Ja, ik ben er daarna nog wel vaker geweest, maar deze dag, 40 jaar na dato, ja, het is bijzonder. We hebben met de groep ook in de bus ontzettend veel voorplezier gehad. En ja, we kijken erg naar uit om ook de jongens weer te ontmoeten. En ja, het is een bijzondere dag. 40 jaar geleden kwamen we hier ook zo aan. En dan ga je zo naar binnen en dan denk ik, ja, wat ik hier meegemaakt is ongelooflijk. 1-6, hè. En dan 3 keer scoren tegen PSV met een Europese topclub. Ja, dat was echt een Europese topclub. Want ze hadden niks verloren, hè, die hele seizoen. Alleen tegen Wageningen hebben ze verloren. Het had maar nog niet eens geflatteerd, want het hadden er wel 9 of 10 kunnen zijn. Maar ja, ik sprak Willy nog gisteren. Ik zeg, zijn de wonden al een beetje geheeld? Hij zegt, dit zijn alleen nog littekens. Die gaan jullie even openrijden nu? Gaan we even openrijden. We hebben de zoutzaadjes maar thuis gelaten om er wat zout in te strooien. Maar nee, het is gewoon een hele memorabele dag. Wij pakten ze mee 6-1. En dan scoor je ook nog 3 keer. Ja, dat is om nooit iets vergeten, hè, is dat. En dat gaan jullie ze nu even invrijven? Ja, dat zeker. Ja, 2 weken geleden ben ik hier ook geweest. Had ik een interview met Willy en René van de Kerkhof. Ja, dat was geweldig. Jawel, hoe hun het beleefd hebben. En dat was hun grootste nachtmerrie. Ja, voor hun, ja, dat zeiden ze. We hebben de top meegemaakt, maar ook de dal helemaal. Dankzij Wageningen. Dankzij Wageningen, ja. Ja, geweldig.